Ik had het daarover tijdens een babbeltje wat ik hield op het hoe heet dat? Beyond Tellerrand congres in Düsseldorf, waar ik was vorige week. Ja. Was dat nou een dagje of zo? Of echt het was een, 2 dagen. Oké. Okay. En ik had het erover dat, dat we misschien wel de invloed van kunstenaars missen op het web. Maar volgens mij hebben we het daar al een keer over gehad. We hebben het zeker, ja. Twee keer zelfs. Ja. Ja. Dus dat, omdat wij als designers alles zo puur praktisch oppakken. Dus als het geen nut heeft, dan onderzoeken we het niet. En kunstenaars hebben die beperking niet. Die kunnen zeggen, hé, het heeft geen nut, dat is interessant. Ja, laat precies, ik daar eens verder in kijken. Of heel erg puur ook, het gedraagt zich op deze manier. Hoe kan ik daar... Het heeft gewoon de eigen beperkingen van de kunstenaar eigenlijk alleen maar. Ja. In plaats van de zakelijke, economische belangen waar wij mee te maken hebben. Wat echt iets heel anders is. Ja. En daar is eigenlijk is mijn conclusie een beetje... Ik weet eigenlijk helemaal niet of we die invloed van de kunstenaar nou wel willen hebben. Nee? Want als ik kijk naar de invloed die kunstenaars tot nu toe hebben gehad op het web, dan gaat het over dingen van, oh, we moeten fantastische dingen maken, groots en nieuw. En die hebben eigenlijk alleen maar geleid tot hele slechte websites met onmogelijke navigaties. Ja. Dat zie je vaak bij vreemd genoeg bij websites van musea. Dan gaan de designers gaan denken dat ze een kunstwerk moeten maken, want het is een museum. Nee, ja, precies, ja. Je moet ervoor zorgen dat het museum bereikbaar is. Dat de content van het museum bereikbaar is. Ja, eigenlijk horen kunstenaars die website niet te maken. Nee, dat zeker niet. En, het is een... Maar dat is eigenlijk, dat heb je veel met kunstenaars en ook wat creatieve mensen. Die hebben de drang naar originaliteit. Ja. Het is bijna een voorwaarde voor hetgeen wat ze maken. En dat is zeker, ik kan me heel goed voorstellen. Nou, dat hebben kunstenaars. Ja, maar precies, het slaat nergens op dat een designer dat zou willen hebben. Nee, juist niet. Want juist dan zijn de patronen die zich hebben bewezen hebben, inderdaad. Hoewel, pas geleden sprak ik dus een interactieontwerper en toen hadden we het over iconografie. Bijvoorbeeld het bandje voor als je dingen wil opslaan. Of sorry, het floppy diskje. Ja. Dus het zijn hele... Het zijn veel voorkomende iconen in het leven. Ja. Maar niemand weet eigenlijk... Zeg maar, nou, mensen van de generatie na de jaren 80, die weten gewoon niet... Wat een floppy disk is. Nou ja, hetzelfde geldt toch voor een telefoon met een horen. Ja, nee, dat is hetzelfde icoontje. Exact, ja. Weet niemand wat het is. Dat zit nog steeds in Wordt nog altijd gebruikt als bellen. Ja. Of een videorecorder. Maar toen zei hij dus... Een videorecorder. Ja, nee, maar... Of een videocamera. Dan zie je zo'n Hier tape. Is er één. Dit is echt de laatste in de wereld. Maar die heeft wel, zeg maar, 2 van die streepjes voor pauze. En dat is dan weer een symbool wat dan niet verouderd. Omdat het nergens vandaan komt eigenlijk. Ja. Maar toch prima bruikbaar is. Ja. En, maar die interactieontwerper die zei tegen mij van... Die bandjes of die floppy disk iconen die moeten we blijven gebruiken. Want dat is een gevestigd patroon. Ja, ja, ja. En daarom is het goed. Het is prima om het te gebruiken totdat we wat beters verzinnen. Ja, precies. Ja. Maar dat is heel erg belangrijk. Want hij zei zo van, nee, het bestaat al. Dit is het. Dit is de gevestigde orde. En daarom stoppen we met verder nadenken hierover. Nou, kijk, daar je moet heb ik een beetje een tering heel Kijk, je moet erover gaan nadenken als het niet meer voldoet. Ja, is dat zo? Ja. Want ik vind... Je moet natuurlijk altijd erover nadenken. Als iets werkt, dan kan het toch nog steeds beter gaan werken. Ja, dat is natuurlijk ook zo. En ik merk dat heel veel dingen nu ook... En zo van, ja, maar dit is wat veel van onze klanten die zeggen dat ook. Ja. Dit is wat ons... Dan ga je namelijk de concurrentieanalyse doen en de best practices bij halen. En verdorie, wat krijg je dan weer? Een 13 in een dozijn website. Ja. En dat is... Zo doen we het nu eenmaal, ja. Ja, maar dat is afschuwelijk. Ja. Is ook zo. Dat is echt... Daarmee stagneer je nieuwe ideeën en manieren... Maar goed, je hebt natuurlijk ook te maken met budget, hè. Dus je kan wel zeggen van we moeten altijd alles vernieuwen. Maar je hebt ook budget. En als het budget er niet naar is, dan kan je niet vernieuwen. En soms heb je projecten waarbij het budget wel omhoog gaat. Of weet je de klanten overtuigen van... Ja. Moet je horen, de oude patronen zijn een beetje sleets. Zullen we even wat onderzoek doen? Ja.
dat kan. Ja, maar dat zit in je beroep, hè? Ja. Dus jouw beroep moet nadenken over nieuwe dingen. En dat zit inherent in het werk wat je doet. Jawel, maar dus, ik vind toch ook dus, dat je kan uitgaan van goede patronen. En het is niet altijd slecht. Nee, ik disqualificeer goede patronen niet. Ik zeg alleen dat je op zoek moet blijven naar dingen valideren. Om het beter te maken. Maar ook om het... als je erachter komt dat iets goed werkt, dat betekent nog niet dat het niet meer te verbeteren is. Nou, helemaal met je eens. En dat geldt, toen we software maakten met z'n allen, waren daar een aantal patronen. Maar op een gegeven moment zei er iemand van, oké, maar dit is gewoon een beter patroon. En dat was niet onderzoek, dat was uit nood geboren, omdat dingen sneller moesten gebeuren. Releases moesten sneller plaatsvinden, maar iets. Je hebt hetzelfde met het responsive web. Ja. Het web was altijd al responsive, maar we konden het negeren en nu kunnen we dat niet meer. Ja. En nu moeten we dus heel hard op zoek naar nieuwe patronen. Zijn we nog steeds mee bezig. Ja. Ja. Dus op het web, daar hebben we dat waar je het over had. Van dat we... Dat we moeten. We zijn aan het innoveren daar. Ja. En elke keer opnieuw. Ja. Dus elke website die we hebben opgeleverd is eigenlijk al een beetje achterhaald. Maar het mooie is dat we er inmiddels ook achter zijn gekomen. Een website lever je niet meer op. Dus Het is niet dat je... Dat is hoe we het vroeger deden. Dan namen we een klus aan. Maakten we een website. Zetten we hem live. Ja. Zeiden we doei tegen de klant. En tot ziens. Precies, en tegenwoordig is het gewoon van... Een site gaat live. En dan ga je er nog aan werken. En dan ga je hem verbeteren. Je en dan meten. Verander je eens wat. En dan doe je eens wat. Ja, ja inderdaad. Ja. Maar het is ook... Ja, goed. Er zijn zoveel... valkuilen waar je in kan vallen als ook als klant zijnde, hè, dat je denkt van maar dit zijn mensen gewend of en dat kan jouw website ook middelmatig maken of misschien zelfs slecht. Ja. Nieuw patronen leren, zeker als je ervan uitgaat dat je bijvoorbeeld mensen vaker op je website krijgt, en dat is heel erg zeldzaam, hè? Over het algemeen is het verkeer op je website bestaat uit nieuwe bezoekers. Tenzij je een dienstverlening doet online of iets dergelijks. En die nieuwe, sites zijn er dan die dat... Nou, informatiewebsites over je bedrijf of om hulp te leveren of weet ik veel wat. En juist daar is het heel erg belangrijk om ook af en toe je klanten nieuwe patronen aan te leren. Dat is iets waar klanten ook naar op zoek zijn. Die zijn op zoek naar nieuws. En iets nieuws eigenlijk. Die waarderen de innovatie van je dienstverlening. Nou, ja. Tenzij het slecht gebeurt. Ja, ze zitten niet te wachten op innovatie om innovatie. Ze willen verbetering. En ze innovatie willen dat kunnen zien. En design, dat is het rare aan design. Design is pas eigenlijk, dat is een van de veel gequote quotes. Design is pas goed als het onzichtbaar is. Ja. Dus als je als user... de user experience niet opvalt, dan is hij goed. Ja. Als het gewoon automatisch gaat. En dat kan zijn omdat je eraan gewend bent, of omdat het gewoon zo goed werkt dat het automatisch voelt. Ja. En dat eerste, dat is helaas meestal het geval, hè? Omdat wij gewend zijn aan links die klikbaar zijn, die hebben een streepje of die hebben een apart kleurtje of wat ook, en dat weten we. Ja. Dat had ik pas geleden, ging ik een boek lezen, een boek wat voor de... Een iBook was het dan voor de iPad. En daar hadden kopjes, die hadden een kleurtje. En toen dacht ik van, klikbaar. Dus ik tikte erop en er gebeurde niks. Ik denk eens, oké, dat was weer... Underline is toch het symbool voor... Ja, ook. Ja. Ook. Ja. Maar ik verwarde me ook een beetje met het design. Want de typografie was ongeveer hetzelfde als... als een website die ik ook vaak gebruik. En daar gebruikten ze dus het patroon van kopachtige teksten met een oranjeachtige kleur. Dus daar tikte ik op en ik van, mooi, meer informatie, helaas. Kijk, wat ik heel slecht vind, is het patroon dat op een gegeven moment is bedacht. We gaan links, gaan we de underline van weghalen. Ja. Omdat het niet mooi is ook. Nou, hè? We kwamen erachter dat dat kon. Ja. En daarom gingen we dat doen. Dus dat is echt de enige reden waarom we dat deden. Van, je kan de underline onder een link weghalen. Laten we het doen. Of stippellijntjes.
Dat deed ik altijd. Of wat ze, ja, maar dan maak je het nog duidelijk, weet je wel. Ja, ja. Of die nog erger is, is dan underline weghalen en een net subtiele andere kleur dan dan de normale tekst eromheen. Oh ja, ja, ja. Links onzichtbaar maken. Ja. Waarom zou je dat nou willen doen? Of liefst bij een hoever inderdaad een lichtere kleur geven of wat ook. Ja, zodat het contrast lager wordt. Ja. Ja. Rare dingen hebben we gedaan. Nou ja, we zijn aan het uitvinden. We zijn aan het zoeken ook. Ook wat de grens is van dat soort dingen. En dat is goed. Dat is fijn. Daar word je ook blij van, denk ik, op een zeker moment. En af en toe ook als je oud werk ziet, dan denk je van, mijn god, hoe hebben we dat in godesnaam kunnen verzinnen? Het is ook wel leuk, oud werk, kijk. Ja. Laatst weer gelachen om een, had je een disclaimer gekopieerd. Ik had een website met vrienden en daar wilden we